Goedemorgen allemaal. Nou ja, voor mij is het goedemorgen, want ik ben net wakker op zaterdagochtend. Ik heb een paar weken geen video opgenomen en ik heb nu iets leuks waardoor ik wel weer een video wil opnemen. Het is niet zozeer dat ik de afgelopen weken niet heb gewild, maar ik heb er gewoon echt geen tijd voor gehad en ook niet echt heel veel zin. Ik weet niet of jullie het herkennen, maar ik ben zo'n persoon die in de winter best wel een beetje last kan hebben van een winterdip. Niet dat ik helemaal depressief of ongelukkig ben, maar als het dan buiten zo donker is en het regent en weet je, dan heb ik gewoon geen zin om allerlei dingen in het weekend te doen. Dan wil ik het liefst gewoon leuke dingen doen met mijn man en ben natuurlijk ook een beetje bezig met nageldingen en dergelijke. Dus dan, het is gewoon niet gelukt en ik ben heel blij dat ik de vorige keer al had gezegd dat ik het weer eventjes gewoon ging doen wanneer ik er zin in had. En dat is dus vandaag. Ik probeer niet te hard te praten, want mijn man slaapt nog, die heeft nachtdienst. Dus ik neem deze video op in de huiskamer. En ik moet ook een klein beetje opschieten, want ik heb straks een afspraak met vriendinnen in de stad. Gaan we even lunchen. En daar heb ik heel veel zin in. Maar we gaan eerst deze video even maken. Ik heb maandag aan de telefoon gehangen met een styliste van Anno Anno. Jullie weten inmiddels, als je mij langer volgt, dat ik elke 3 maanden een stylingbox van hun krijg. Zij kiezen dan kleding voor mij uit en ik ga aan de telefoon met de stylisten dan eventjes alle kleding door. Dan vertel ik dat wil ik niet in mijn box, dat wil ik wel in mijn box. En dan uiteindelijk heb ik een box waarvan ik alle kledingstukken in principe leuk vind. En ik altijd iets ervan hou. Want ik vind het zonde om een box te laten komen waarvan ik niks leuk vind en alles weer terug moet sturen. Dat kost een heel veel gedoe qua werknemerstijd en qua geld en qua vervoer en voor het milieu en dergelijke. Dus zo zit ik niet in elkaar. Ik ben niet een YouTuber die deze video maakt om alleen maar de video te maken om aan jullie te laten zien en vervolgens alles terug te sturen. Dus ik weet ook wel dat ik dingen uit deze box ga houden, want er zitten dingen in die ik graag zou willen en nodig heb. Er zit maar 1 item in wat de stylist oorspronkelijk had gekozen en dat is een broek. En ik hoop ook dat die broek past, daar ga ik straks ook mee beginnen, want dan kan ik daar alle andere items op passen. Anders moet ik nog even een broek uit de kast gaan trekken met het gevaar dat ik mijn man wakker maak. Ik heb de box hier voor mij neergezet. En dit is hem. Er staat wat een Anno-sticker op, een with love. Hij komt altijd met UPS. Dus ik moet hem ook bij UPS weer terugbrengen, de dingen die ik niet wil. Er zat hier zo'n trekstrip op, die heb ik al opengemaakt. En dan vervolgens, als ik de doos openmaak, valt er gelijk iets uit. Dat is denk ik de beschrijving. Ja. Ik doe even zo. Ik zit hier heel onhandig op een stoel. Maar het zit eigenlijk altijd verpakt zo. Met zo'n sticker en zo'n lint. Dus dat maak ik eventjes open. Ik zet hem even hier. Bovenin zit ook altijd een papier. Er staat hoi Linda of Linda staat erop. En daarin staat altijd hoe ik moet retouren. Hoe het allemaal werkt en zo. Nou, inmiddels weet ik dat en heb ik dat ook al wel eens aan jullie verteld. Er zit ook een prijslijst in, zodat ik weet welk item wat is en wat het kost. Dat weet ik dat ook al ongeveer. Dat is deze. En er zit ook altijd heel netjes een retourlabel sticker, zodat ik die gewoon erop kan plakken op de doos. Doos dichtplakken en weer verzenden. Dat gaat altijd heel makkelijk. Nou, als ik zo alles bij elkaar bekijk, wat ik heb uitgekozen, dan zijn het 10 items. Dat klopt in elk geval. Dat is ook wat ik met de stylist had afgesproken. En bij elkaar is het zo'n, laten we zeggen, rond de 300, 350 euro. Nou, ga ik dus niet de hele box kopen, dat doe ik eigenlijk nooit. Maar ik ga de dingen eruit kiezen die echt lekker zitten, die ik nog niet zelf in mijn kast heb hangen. En die ik gewoon echt zijn geld ook waard vind. Dus dat. Nou, laten we even kijken. Ik ga het even openmaken. Even iets dichterbij, dit dingetje. Nou, en dan zie ik gelijk al een aantal items bovenop. Kijk, zo zien jullie het ook. Maar ik ga dus eventjes op zoek naar die broek. Ah, die heb ik vrij snel gevonden. Want ik heb eigenlijk niet echt broeken nodig. Jullie weten dat ik die high-waist jeans van MS Mode heel veel draag. Die heb ik in 4 kleuren. En daarbuiten heb ik dan nog iets van 3 broeken die ik ook draag. Dus ik heb best wel veel broek. Ik heb niet echt een broek nodig. Maar ik zag deze broek en toen vond ik hem toch heel erg leuk. Hij is van Vero Moda. Oh, ik zie wel dat het een maat 48 is. Terwijl ik eigenlijk altijd een maat 46 heb. Dus ik hoop niet dat deze dan heel groot is, want dan kan ik hem sowieso terugsturen. Maar ik vond hem zo leuk, omdat hij aan de voorkant van de
van de broekspijp heeft hij zo'n split. En dat is leuk, want als je dan bepaalde schoenen aan hebt, dan valt het zo heel mooi over je schoenen heen. Ik heb ook al een Zara broek met zo'n split aan de zijkant via Vinted. Die heb ik jullie ook wel eens laten zien. Ja, verder is de broek niet heel bijzonder. Hij heeft wel zo'n streep aan de voorkant lopen, dat vind ik wel leuk. Maar verder is de wassing gewoon eigenlijk heel normaal. Dus ik ga deze even passen en ik ga even kijken wat ik erbij ga passen. Maar hij is best wel stretchy, dus ik ben eigenlijk bang dat hij te groot is. Daar baal ik wel van, want ik heb eigenlijk in mijn stylingprofiel gezet dat ik maat 46 heb. Maar ik weet nog wel, vorige keer, toen was er maar heel weinig keus qua kleding. Toen was er heel veel saaie mode in de box. En toen heb ik met de stylisten heel erg gekeken van, nou, kunnen we nog een beetje stoere items vinden? Toen heb ik gezegd van, nou, je mag anders ook wel op maat 48 kijken, want qua jurkjes en blouses en zo vind ik dat nooit zo erg. Maar een broek moet natuurlijk wel goed zitten. Als die te wijd is, dan zakt het natuurlijk heel erg af. Maar ja, misschien valt dit model net klein en heb ik daar geluk mee. Anders kan ik altijd nog vragen of ik hem wel nog... ik kan altijd nabestellen in een andere maat als ik dat wil. Dus dat ga ik dan maar even proberen. Ik ga daar even het volgende bij passen wat bovenop ligt, wat jullie net al een beetje hebben gezien. Ik zie hier een t-shirt. Nou, dat herken ik ook wat we hebben uitgekozen van Only Karma Koma, 1999. Deze is in een maat 46-48, dus dat is prima. Die broek was trouwens van Vera Moda en die is 50 euro. Nou vind ik op zich 50 euro voor een broek is prima, maar dan moet die dus wel goed zitten. Dus ik ga die broek passen met dit t-shirt. En dan zie ik hier een trui, die kan ik er dan gelijk even overheen doen. Dat is deze. En een hele simpele trui verder, ook van Only Karma Koma. Maat 46-48, dat is dan M in hun grote maten. En die is 26,99. Vind ik ook een mooie prijs voor een trui. Op zich heb ik niet per se een trui nodig. Maar ik vond deze kleur wel heel erg mooi. Beetje dat frambozen kleurtje. Dus ik dacht, nou, dat ga ik toch maar even uitproberen. Nou, ik ga dit even voor jullie aantrekken. En ik hoop echt dat die broek goed zit. En anders ga ik hem misschien wel ruilen voor een kleinere maat. Nou, we gaan het zien. Zo. Nou, zoals je ziet heb ik het aan. Ik zal wel even met de broek beginnen. Hij is vrij high waist. Hier is mijn navel. Dus dat is op zich goed. Hij is wel te groot. Hij zit hier ook, vind ik, te los. Maar mijn benen zitten hier redelijk oké. Maar ik vind hem wel echt te kort. Dat zie je vooral aan de zijkant en aan de achterkant. Daar moeten nog schoenen onder. Dan komt die broek nog hoger. Hij is echt voor mij te kort. Dus ook al zou ik een maat kleiner bestellen, daar wordt hij niet langer van. Hij zit hier ook wel echt te los. Ik moet nu echt hijsen. En als ik ga hijsen, dan wordt hij nog korter. Dus nee, dit is gewoon niet mijn broek. Ik hou hem wel even aan zo om de rest te passen. Maar nee, helaas. Zonde. Verder is hij wel mooier. Dus misschien voor jou als je iets korter bent. Ik zeg het nog een keer. Sommige mensen vinden dat doodirritant. Maar ik ben 1,75 meter. Voor degenen die dat niet weten. Dus voor mij is de broek te kort. Dus dat is heel jammer. Maar goed, ik heb genoeg broeken. Het is geen ramp. Komt goed. Dan even verder. Deze trui vind ik eigenlijk wel heel leuk. Hij zit ook heel lekker. Het is een hele simpele trui. Er is niks bijzonders aan. Maar hij zit wel heel lekker. Hier zie je een beetje wat voor ribbeltjes en hoe dat dan hier loopt. Hij sluit lekker hoog aan. Lekker warm. Prima trui. Dus dat is wel een optie om te houden. Ik heb er nog wat meer trui dingen in zitten. Ik ga niet heel veel truien kopen. Want daar, ja, die heb ik gewoon niet nodig. Maar deze is op zich wel heel leuk. Mouwen zijn ook net aan lang genoeg voor mij. Dus prima. Ik doe hem even uit, want dan zie je het t-shirt eronder. Opa. Ook was even bang mijn haar heel statisch zou worden, maar dat valt wel mee. Nou, dit is het t-shirt. En ja, het is nu natuurlijk niet echt t-shirtjes weer, maar voor ergens onder vind ik het wel heel leuk. Ik moet zeggen, dit t-shirt zit heel lekker. Het is gewoon katoen, maar toch is het gewoon, voelt het heel lekker. Ik vind de print heel leuk. Het zwart past natuurlijk overal bij. Ik vind het ook leuk staan gewoon bij mij zo op een jeans. Hij valt mooi. Dus dit t-shirt ga ik denk ik zeker wel houden. Want zo'n t-shirt is nooit weg. Dit draag je dadelijk in de lente en de zomer ook weer. En nu doe ik er dan vaak een lange mouwen shirt overheen. Misschien een vest. Dan had ik ook gevraagd, want ze had een vest in de box gedaan in ja, een of andere kleur. Ik weet niet meer welke kleur. En dat wilde ik eigenlijk niet, want ik draag niet heel vaak vesten. En als ik een vest draag en ik loop naar mijn kast en ik wil een vest, dan merk ik eigenlijk dat al mijn vesten best wel drukke printjes hebben. En ik dus eigenlijk niet echt een simpel zwart vest had.
Tot nu misschien, want ik heb nu een zwart vest in mijn box laten doen. Dus ik buig even naar voren, dan pak ik hem even en dan kom ik zo weer terug in beeld. Kijk maar, daar ben ik weer. Ik heb een zwart vest en ik moet eerlijk zeggen, wat ik dus heel lastig vind altijd met zwart, is dat het op een plaatje kan je nooit zo heel goed zien wat voor stof het dan is en hoe dik het dan is. Nou, dit vest is, ik ga het bij jullie wel een beetje proberen laten zien. Dit stofje, en het is dus niet heel erg dik. Het is een beetje wat dunner. Het is niet echt van de dikkere gebreide zoals die trui die ik net liet zien. Maar het is een vrij dunne stof. Nou, ik trek hem even aan. Hij is heel super. Je ziet meteen het verschil in de kleur zwart van het t-shirt en de kleur zwart van het vest. Het vest is echt goed zwart, zeg maar. Dat vind ik wel weer heel mooi. En ja, verder is er niet veel bijzonders aan dit vest. Hij heeft wel zakken. Nou zit ik niet zo vaak met een vest met mijn handen in de zakken, maar het kan wel. De mouwen zijn ook goed genoeg om bijvoorbeeld op te rollen als het toch een beetje te warm is. Ja, ik was gewoon wel op zoek naar zo'n simpel vest. En deze kost €35. Hij is ook van Only Karma Koma. En aan de ene kant vind ik het altijd zonde om zo'n vest te kopen. Want het is gewoon een zwart vest. En ik hou gewoon van wat bijzonderdere dingen. Maar ik mis dus wel echt een zwart vest in mijn kast. Het ligt er natuurlijk ook al aan wat je eronder doet. Als ik hier een heel druk, vrolijk printje onder doe, dan is het ook alweer een ander gezicht. Maar hij zit wel heel lekker, moet ik zeggen. Hij kriebelt helemaal niet. Hij voelt lekker zacht. Hij voelt niet zwaar, maar wel lekker dat hij warmte geeft. Dus ik ben hier eigenlijk wel heel blij mee. Ik denk dat dit vest sowieso wel gehouden, omdat dat gewoon echt iets is wat ik ook nog nodig had. Heel veel dingen heb ik niet nodig, maar zijn gewoon voor de leuk. Nee, hartstikke fijn. Ja, nee, dit is wel eentje die ik ga houden. Oké, nou, ik neem jullie even mee terug naar de box. Gaan we even kijken wat daar verder nog in zit. Zo, nou, het is steeds even een heen en weer geschuif van alles. Normaal pak ik eerst alles uit en dan ga ik daarna alles passen en dan plak ik de filmpjes aan elkaar. Nu doe ik het even een beetje andersom. Maar goed, dat geeft niet. Ik vind het ook wel leuk om elke keer een beetje af te wisselen. Want soms, ik volg ook wel wat YouTubers, die hebben dan elke keer precies dezelfde video. Die vertellen precies hetzelfde in de intro. En dan op een gegeven moment denk ik, nou, ik ken jou nu wel. En ik merk aan mezelf dat ik, als ik steeds hetzelfde doe, dat heb ik eigenlijk met alles, ook met mijn werk, ook met mijn hobby's. Als het steeds hetzelfde is, dan ben ik het zat en doe ik het gewoon niet meer. Daarom heb ik ook iets van 5 halve dekens gehaakt. Dan ben ik het halverwege zat. Ik ben nu net weer aan een nieuwe soort deken begonnen, terwijl ik er nog 5 half heb liggen. Ja, ik doe het graag gewoon elke keer net even anders. Ik weet niet of je daarin herkent, maar oké. De laatste items, we hebben er nu natuurlijk 4 besproken. De broek, het t-shirt, de trui en het vest. Dus we hebben nog 6 items in de box. En dat zijn allemaal bovenstukken. Vandaar dat ik gewoon dit even aan heb gehouden. Ik laat nu even al die 6 die bovenstukken zien. En dan ga ik ze ook 1 voor 1 even aantrekken. En dan kunnen we ze even zien. Ik pas ze allemaal gewoon even op die broek die ik nu aan heb. Daarna gaat hij uit en terug in de doos. En dan stuur ik hem weer terug. Want ja, helaas, het is gewoon niet mijn broek. Alright, nou. Ik begin even met nog het meest kleurrijke. Want er zit ook nog best wel wat zwart in. Maar wel met aparte dingen. Ik heb nog deze trui. Dit is een iets korter model. En hij lijkt zo heel saai, maar ik ben vooral gevallen op de mouwen. Want de mouwen hebben dus zo'n patroontje. En hier is het dan wat strakker, dus het worden een soort van die ballon poefie mouwen. Ook hierboven is die een beetje poefie. Dus ik hoop dat deze, ja, ik vind dit wel gewoon een hele mooie kleur. Deze kleur doet nooit zo heel veel voor mijn huidskleur, zoals je ziet. Dat vind ik best wel eens lastig, want je ziet nu ook bijvoorbeeld al die beige en lichtbruin tinten zijn heel erg in de mode. Maar die passen gewoon echt niet bij mij. Ik heb het wel geprobeerd. Maar het maakt mijn gezicht zeg maar gewoon heel flats. En dat is ook een beetje met deze kleur. Maar wel minder hoor. Deze kleur vind ik wel ook echt mooi. Dan met een donkere jeans bijvoorbeeld. Vind ik dat wel heel leuk. Dus deze ga ik zo even aanpassen. Oh, hij is trouwens, want dat willen jullie misschien weten, van Only Karma Koma. Weer maat M. Dat is 46-48. Pardon. Kriebeltje. 21,99. Dat vind ik ook niet duur voor zo'n trui. Ik heb veel dingen van Only Karma Koma er trouwens in zitten. Als je ook een keer zo'n box van Anno Anna wil bestellen. Dat kan vanaf maat 42 tot ik geloof maat 54 of 56. Dan zul je merken dat ze er best wel veel dure merken ook in doen. Ik had bijvoorbeeld een skinny jeans van Zoe. Als origineel in mijn box. Die heb ik er natuurlijk uitgedaan, want ik heb dat niet nodig, maar die is dan €85. Ze hebben bijvoorbeeld ook van het merk Kaffe hebben ze heel veel kleding. Daar heb ik wel een keer iets van gekocht, maar dat is ook, dan is een shirtje al €45. Ja, ik vind dat vaak gewoon te duur. Dus bij mij zit er vaak heel veel van Only Karma Koma
Of van, hoe heet dat andere merk? Even kijken of ik dat zie. Nou, ook nog wel eens een ander merk wat gewoon wat goedkoper is. Het zou zo fijn zijn als ze Only Karmakoma ook gewoon in de Only winkels gingen verkopen. Hè? Want er zijn zoveel dames die een grotere maat hebben dan 42 of XL. Dat het zo fijn zou zijn als dat gewoon in de winkel ook is. Maar goed, gelukkig in deze box er. Oké, dat terzijde. Het tweede en laatste kledingstuk met een wat kleur erin is deze. Ik hou best wel veel van dat legergroene kleurtje en ik vond dit printje gewoon heel leuk. Ik denk dat dat dus ook onder dit vest wat ik nu aan heb heel leuk zou staan. Dit kan je dragen als stoer en als netjes. Het is eigenlijk een t-shirt, alleen dan van een ander stofje. Het is een beetje van dat ribbelige stof, lekker flowy en dun. Dus ook te dragen in de lente en in de zomer, maar nu ook gewoon met een shirtje eronder. 21,99, ook maat M, dat is dus 46-48 van Only Karmakoma. Dus nou, die ga ik zo ook even passen. En dan heb ik nog een paar zwarte items. Oh, en ik bedenk me ineens dat er ook nog een jurkje bij zit, als het goed is. Oh, er zou nog een jurkje bij moeten zitten. Ja, klopt, er is nog een kleurig item. Dat zat even verstopt. Ik dacht ineens, ik had toch nog een jurkje. Deze had zij in de box gedaan op een gegeven moment. En toen zei ik, ik weet niet of ik dat leuk vind, maar doe er maar bij, want dan kan ik het proberen. En dat is deze. Nou, je ziet, het is een jurkje en het heeft een ruitjespatroon, rood met een beetje donkerblauw en zwart. Only Karmakoma ook, 44,99. Nou, dat is wel iets duurder, maar dan heb je wel een hele outfit natuurlijk met een jurkje. Hè? Ik bedoel, legging eronder, laarsjes zijn en klaar. Ja, ik weet het niet zo goed of ik dit leuk vind. Ik twijfel ook of het erg gaat kreuken, want ik strijk niet. En ik heb ook geen strijkijzer en zo. Dus dit moet ik even uitproberen. Ik ga de jurkjes zoals laatst eventjes aanpassen. Want er zit dus nog een jurkje in als het goed is. Dus deze, nee, dit is niet een jurkje. Dit is een blouse. Nou, zoals je ziet een zwarte, maar heeft wel van deze motiefjes erop. En dan heeft de mouw datzelfde motiefje, maar is dan dus doorzichtig. Kijk, je kunt het zien als ik mijn hand erin doe. En dan heeft het wel elastiek aan de mouwen. Dus ja... Ondanks dat dit gewoon een zwarte blouse is, wilde ik deze wel heel graag proberen, want ik hou hier wel van. Deze was volgens mij ook wel iets duurder. Ja, 46,99. Only Karmakoma, maat 46. Maar ik wil deze wel heel graag proberen, want het is gewoon een soort van apart. En ik hou van apart. Ik geef soms liever dan iets meer uit aan iets waarvan ik echt denk, hey, dit zie ik eigenlijk bijna nooit. En dit vind ik gewoon apart en leuk en past bij mij. Omdat ik allemaal dezelfde dingen in mijn kast heb hangen die heel saai zijn. Even kijken. Oh ja, dit is het andere jurkje. Aan de ene kant heel simpel zwart. Wel een ceintuur, dat vind ik altijd fijn. Maar het stofje is wel heel mooi. Het heeft een beetje zo'n ribbelig stofje met ook weer transparant aan de mouwen. En verder is die gewoon helemaal gevoerd. Dus ik vond dit wel een heel mooi jurkje, ook voor netjes. Ik laat hem niet heel uitgebreid zien, want ja, jurkjes en zwart kun je beter gewoon zien als ik het aan heb. Deze is van Vero Moda. Dat andere merk bedoelde ik net. Je hebt natuurlijk Only en Vero Moda. En die hebben allebei een lijn met grotere maten. We verkopen ze niet in de winkel, maar kun je ze online kopen. Dit is maat M, 46-48. En deze is 50 euro, dit jurkje. 49,99. Laatste item is zwart. Verrassend. En dat is deze. En het grappige is dat het best wel, voel ik nu, een dikke... stof is dit, dus het is best warm. Dat is natuurlijk wel lekker. En de mouwen zijn, ja, volgens mij is dit gewoon een soort katoen. En daar zit zo'n patroontje in. Hier zit elastiek bij mijn vingers, zodat het daar een beetje poefie is. Ik vond het op het plaatje heel leuk uitzien. Ik moet zeggen dat ik me nu wel afvraag, dat ik denk, het is dan hier op het lichaam is het heel warm. En hier is het natuurlijk heel fris. En ja, je kan er natuurlijk wel een lange mouwenshirt onder doen. Maar dan is misschien het effect van het mouwtje weer een beetje weg. Dus of dit nou echt werkt in de praktijk, weet ik niet. Hij is in elk geval van Vera Moda, maat M, 46-48, 39,99. Dus het is wel een potentieel truitje om te houden, maar ik moet even kijken hoe dat dan uitpakt. Nou, ik ga de camera en alles weer even verplaatsen. En dan ga ik eerst voor jullie eventjes alle bovenstukken passen. En daarna de twee jurkjes. Dan gaan we kijken of er nog iets bij zit wat ik ga houden. Tot nu toe in elk geval het vest en de t-shirt. Ik denk dat ik de trui misschien ga houden, maar misschien ook wel die roze die ik nu ga passen. Moeilijk altijd. We gaan even aanpassen.
Zo. Nou, ik heb het shirtje wat ik net als laatste liet zien als eerste aangetrokken, want die lag nu bovenop. De lengte is dus, hij is vrij kort. Mijn broek eindigt hier en het shirtje zit tot hier. Dus je zou hem in je broek kunnen doen, maar hoeft eigenlijk niet. Want zodra je even dit doet, dan gaat hij er toch weer uit. Dus hij valt eigenlijk van zichzelf eigenlijk wel op een leuke lengte, vind ik. Ook aan de achterkant. Nou, en ik moet zeggen, het valt mee met hoe warm dit is. Maar ik voel wel hoe koud dit is. Dus ik zou nu bijvoorbeeld, het is nu echt wel koud buiten. Het zonnetje schijnt gelukkig wel eens een keer. Maar ik vind dit wel heel leuk, maar het is wel koud. Ik voel de koude wind er doorheen. Dus ik moet even gaan nadenken of dit praktisch is. Want wat ik dus al zei, ik doe normaal altijd een lange mouwen shirt dan onder mijn kleding. Als ik een kledingstuk draag wat fris is. Maar dan zie je natuurlijk niet je huid door die gaatjes heen. Dan zie je gewoon zwart er doorheen. Dus dan is het eigenlijk niet leuk. Ik ga hier ook niet een roze of een blauw of een geel shirt onder doen, zodat je dat ziet. En ik denk dus tegen de tijd dat het echt mooi weer gaat worden en je dit wel aan kan, dat dit dan misschien wel weer te warm is. Dus ik vind dit shirtje eigenlijk heel leuk. Ik zou hem eigenlijk heel graag willen houden. Maar ik betwijfel dus of het praktisch is of ik hem dan wel ga dragen. Want nu ga ik hem niet dragen, want is het te koud. Maar als het straks warmer is, ga ik hem misschien niet dragen, want dit dan weer te warm is. Nou, ik moet hier even over nadenken, want ik vind het ook zonde om iets te kopen, alleen omdat ik het er zo leuk uit vind zien, maar het uiteindelijk niet draag. Ik weet niet hoe jullie dat dan bijvoorbeeld doen. Ik ga hier nu dus ook geen vest overheen doen, want dan is het hele effect van die mouwtjes. Het gaat mij om die mouwtjes. Ik bedoel, dit is gewoon een zwart ding. Denk. We gaan even door. Alright, nou hier hebben we de zwarte blouse met het motiefje. Ik heb hem even dichtgeknoopt tot helemaal boven. Boven zit dus een wit knoopje. Of wat is het voor knoopje? Ik heb eigenlijk net niet goed... Oh, er zitten een beetje bling-blingetjes in. Oeh, bling-blingetjes. Dat is eigenlijk wel een grappig detail. Dat had ik net nog helemaal niet gezien. Tegenwoordig is het best wel in om hooggesloten kleding te dragen. Ik moet zeggen dat ik het net een beetje... Hè, ik vind het wel mooi, maar het moet niet in mijn keel drukken. En ik voel het net een beetje zoals ik praat, dat het net niet comfortabel in mijn keel voelt. Dus ik zou dit niet dicht doen. Dan is wel het effect van het knoopje weg. Het is heel afhankelijk van wat jij mooi vindt, hoeveel knoopjes je dan open zou doen. Dat moet je zelf weten. Wat ik merk is dat ik het een beetje vind tegenvallen. Zowel in draagcomfort, dat ik hem dus eigenlijk niet tot hoog dicht kan doen. Als dat als ik zo beweeg. Nou, kijk wat er gebeurt. Die mouwen zijn eigenlijk te kort voor mij. Die moeten hier zitten. Zodra ik beweeg, schuift dat omhoog, omdat eigenlijk de mouwen te kort zijn voor mij. Daardoor voel ik dit de hele tijd trekken. Het kriebelt verder niet, dit stofje. Het voelt wel heel comfortabel. Ik vind het wel leuk. Ik zou misschien dit stukje in mijn broek doen, zodat er niet zo'n flap daar hangt. Vind ik het al een stuk leuker, maar ik merk... Nee, ik voel me hier niet... Dit is niet voor mij. Wel leuk, maar niet voor mij. Dus deze gaat sowieso terug in de doos. Zo, nou deze is natuurlijk verder gewoon een t-shirt. Het patroontje had ik jullie al laten zien. Hè? Het is een beetje met legergroen en zwart. Ik vind het wel heel leuk. Maar ik twijfel een beetje of ik het niet te simpel vind. Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Er valt er niet zo over te vertellen. Het stofje voelt prima, de maat is prima. Het zit lekker. Ik vind het patroontje ook wel heel leuk, maar het is ook weer niet heel interessant. Hier moet ik even over nadenken. Hoe maak ik dit interessant? Weet ik eigenlijk niet. Nou, deze trui is heel dun. Dat zie je ook wel, want je ziet een beetje mijn BH daar doorheen. Ik heb een beetje een auberginekleurige BH aan. En ik zou hier dus wel een topje onder doen. Misschien een lichtere BH met een wit topje of een zwart topje, dat zie je daar dan wel doorheen. Dus daar moet je rekening mee houden. Hij zit verder wel heel lekker. Ik vind dus dit heel leuk, want dat strakke stuk is best wel een end. Waardoor het hier echt heel leuk poefje is. Ja, en ik moet zeggen dat ik dit wel echt een leuke trui vind. Ik vind deze denk ik leuker dan die andere dikkere trui die ik aan het begin aan had. En echt zo'n dunne trui heb ik nog niet echt voor. Een beetje van die tussendagen, dat het niet heel warm is, maar je wel gewoon lekker lange mouwen wil. Ja, ik vind deze eigenlijk wel heel leuk. Ik vind die mouwen ook echt leuk. Hier zo, dat vind ik leuk. Zit lekker. Het enige waar je rekening mee moet houden, en dat vind ik een beetje lastig om aan jullie uit te leggen, is dit. Hier zit geen stretch in. Normaal zit er wel stretch in, maar dit stukje stof hier, dat stretcht niet. En ik kreeg mijn hoofd net door de opening. Ik moest echt wel een beetje trekken.
Maar ik weet dus niet zo goed of ik nou een klein hoofd, een middelmatig hoofd of een groot hoofd heb. Ik koop nooit hoeden, dus ik weet ook niet mijn hoedenmaat bijvoorbeeld. Dus dat vind ik wel lastig om aan jullie te adviseren. Want ik zit zo naar mezelf te kijken. Ik vind het echt leuk dit. Het is niet heel gek of zo. Of heel, maar ik vind mezelf er leuk uitzien zo. Mag ik dat zeggen van mezelf? Ja, toch? Nou, goed. Dus weet je van jezelf dat je een heel groot hoofd hebt? Dan moet je echt wel even over nadenken of je dan je hoofd hier doorheen krijgt. Maar ja, misschien heb ik wel een heel groot hoofd. En heeft niemand dit probleem. Maar dan weet je dat in elk geval. Nee, deze ga ik sowieso houden. Want deze was ook volgens mij niet eens zo duur, hè? Nou, maakt ook niet uit. Ook als iets duurder zou ik er alsnog wel, denk ik, voor kiezen. Ik ga nu nog even alleen die twee jurkjes aanpassen. Zo, nou hier het jurkje. Ik heb er nu even niks onder aan. Ja, wel ondergoed natuurlijk, maar normaal heb ik wel even een panty of een legging aan. Ik heb nu ook even geen riempje bij me, wat ik heel vaak doe. Maar dan krijg je natuurlijk iets meer het effect dat je taille wordt benadrukt. Nou, ik moet zeggen, het jurkje voelt heel lekker. Het is geen stretch, dus je moet er wel goed in passen. Dat pas ik ook. Het voelt heel lekker, het stofje is heel lekker dun en lekker flowy en het voelt goed. Ik vind de kleur me ook leuk staan, maar wat ik dus vaak heb, en misschien zie je het al nu ik dichterbij kom. Dit. Zie je? Nou kan ik dat hier dan vastnaaien bijvoorbeeld, maar dit betekent eigenlijk dat dit jurkje, ondanks dat het best wel een goede pasvorm is, rond mijn borstpartij net niet genoeg ruimte geeft. Alhoewel het niet strak trekt, krijg ik toch een beetje dit openingetje. En daar erg ik me heel erg aan. Ik wil dat gewoon niet. Ja, en verder vind ik het een leuk jurkje, maar ik ga deze niet houden. Ik vind het niet echt bij mij passen. Ondanks dat ik het best leuk vind staan, de kleur me wel staat, de lengte ook goed is. Hij is niet te kort, wat soms bij mij wel is. De lengte is hartstikke mooi. Dus dit is een heel leuk jurkje voor jou als je denkt, oh ja, dit past heel erg bij mij. Maar het past gewoon niet zo bij mij. Dus wel een goede tip, denk ik, maar niet voor mij. Ik ga het zwarte jurkje nog even aandoen. Zo, nou hier het laatste jurkje. Ik sta nu even heel netjes mijn benen naast elkaar rechtop. Ja, ik vind het eigenlijk wel een leuk jurkje. Ik vind de mouwen vind ik echt heel leuk, zo hoe die doorzichtig zijn. De ceintuur zit aan twee van die kleine dingetjes hier vast. Maar je kan hem ook eraf halen als je een andere riem omheen wil doen. Dus op zich is dat prima. Daarmee kan ik mijn taille goed accentueren. Ik heb er normaal zo'n broekje onder, heb ik nu niet. Dus dan heb ik iets meer dit. Maar dat is natuurlijk helemaal niet erg. Zie je op zich ook niet heel erg. Ik vind wel dat het soms lijkt of die een beetje doorschijnt. Dat is niet zo. Maar het is omdat de stof gewoon een beetje glimmend is. Daardoor krijg je een beetje van die lichtere plekken. Als ik zo sta ook hier, dat het net lijkt of het een beetje doorschijnt. Terwijl het niet zo is. Ik weet niet of ik dat mooi vind. Of dat het nu op de camera vooral zo is. Ik heb hier geen spiegel, dus ik kan niet kijken of dat dan zo is. Want dan zie ik ook hier bijvoorbeeld. Dan denk ik, dat accentueert dan weer misschien niet op de goede plek. Qua lengte vind ik het heel leuk. Er zit een goede onderjurk in die zeg maar eindigt boven je knie. En deze gaat er dan iets overheen. Ik twijfel een beetje. Want aan de ene kant vind ik het leuk. Aan de andere kant vind ik het ook toch een beetje aan de simpele kant dat ik denk, voeg dit nog iets toe aan mijn kledingkast, want ik heb al best wel veel jurkjes. Dus ik moet hier even over nadenken. Ik heb een paar items waarvan ik zo ja of nee kan zeggen en ik moet altijd nog even nadenken. Vaak als ik het filmpje ga editen, ik ga alles in elkaar zetten, dan zie ik de beelden nog een keer voorbij komen. En dan heb ik soms nog ineens een andere mening over iets. Maar goed, oké. Nou, ik ga deze video afsluiten. Ik hou in elk geval dit stapeltje, wat ik hier even apart heb gelegd. Dat is het zwarte vest. Niet boeiend, maar wel nodig in mijn kast. Dat is het t-shirt met de tijger erop. En dat is deze lichtroze trui met de poefie mouwen. Je ziet ook hoe het eruit ziet. De rest heb ik al netjes neergelegd, omdat ik dat weg doe of nog twijfel. Ik twijfel nog een beetje over deze jurk. En ik twijfel nog een beetje over dit shirt. En over dat shirt met die mouwtjes. En de rest gaat sowieso terug, dus... Nou, toch weer wat leuke dingen gevonden en weer een video kunnen maken, wat ik heel leuk vind. Ik ga gauw alles even opruimen, alles weer op zijn goede plek zetten en de doos weer inpakken voor de items die teruggaan. Dan kan ik die zo meenemen naar de stad. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Dank je voor het kijken, ik vond het heel gezellig. Doe je duimpje omhoog als je het leuk vond en dan zie ik je weer. Doei!